Naar de rechtbank in Amsterdam, want die heeft vandaag een schriftelijke uitspraak gedaan over het kort geding dat Samantha Steenwijk heeft aangespannen tegen roddelvlogger Yvonne Koldewijer. En het opmerkelijke is, ze vinden beide dat ze gewonnen hebben. Nou ja, Samantha, die heeft gewonnen, want de rechter heeft gezegd, die heeft haar eigenlijk in het gelijk gesteld. Maar Yvonne, die voelt het ook alsof ze heeft gewonnen. Die heeft het in ieder geval over een overwinning, zeker op bepaalde punten. Jij hebt ook waarschijnlijk aandachtig zitten kijken vandaag naar alle reacties. Ja, en ik heb gewoon ook de uitspraak erbij gepakt. En ik snap ze allebei wel. Ik zal even de kern. Samantha, die heeft gewonnen, dat mogen duidelijk zijn. En Yvonne moet een tekst plaatsen, een rectificatie. En ze moet de proceskosten betalen van het hele proces. Nou, 2500 dan euro. Dan heb je toch verloren? Ja, maar oké, nu komt het. En doet ze dat niet, dan komt er een dwangsom van 1000 euro. Maar... Nee, van 100 euro per dag met een maximum van 20.000 euro. Zo had ik het begrepen. Maar goed, maakt niet uit. 1000 euro per dag, ja. Ja, nou, in ieder geval, wat het zo is, is dat... nu ben ik even mijn draad kwijt, Patty. Samantha, die heeft niet willen reageren. Shonus heeft contact met haar proberen op te nemen. Maar de advocaat heeft wel gereageerd. En die zegt, nou, wij zijn erg tevreden. Yvonne Koldewijer, die wilde niet reageren bij de Shonus-redactie. Maar die heeft wel gezegd op haar Instagram, nou, ik ben blij. En waarom? Zegt, ik heb een handleiding gekregen hoe ik moet handelen. Ik word dus wel degelijk gezien als pers. En ik moet dan nu, geeft zij aan, en ik zeg het even in haar eigen zin, ik hoef van de rechter geen sluitend bewijs te leveren, maar het enkel aannemelijk te maken. Ook hoef ik geen hoor en wederhoor toe te plassen voor ik mijn juice plaatst. En ze zegt, ja, mijn bronnen die zijn dan vanaf nu beschermd. En nou ja, ik zie dit als een overwinning voor alle juice-kanalen. Maar ze heeft ook geen schadevergoeding hoeven te betalen, toch? Dat klopt. Okay, ja. Nou, daar dat komt dan... Nou, maar daar is wel een belangrijk punt van de advocaat van Samantha, die zegt van nee, dat legt Yvonne verkeerd uit. Want ze zegt, als jij zegt dat je iets aannemelijk moet maken, dan moet je iets wel degelijk tot een bepaalde hoogte kunnen bewijzen. Want in het recht gaat het erom dat je iets voldoende aannemelijk maakt. Nou, hoe maak je iets voldoende aannemelijk? Door zo bij tijd en wijle misschien toch wel hoor en wederhoor toe te passen. Dus laten we het zo zeggen, dat criterium van het aannemelijk maken, voldoende aannemelijk maken, dat kan soms best wel een hoge grens zijn waaraan je moet voldoen. En met deze heeft de rechter dus ook gezegd, Yvonne, bij deze moet jij daar ook aan voldoen. Ik vind het ook wel opmerkelijk dat ze geen... wat zei je net? Je hebt geen schadevergoeding, dus ze heeft toch al ook een beetje gewonnen dan. Want anders zou je gewoon schadevergoeding moeten betalen. Het gaat wel iets verder dan alleen maar de bedragen, deze uitspraak. En dat is wat ze beide toch wel aangeven. En wat denken jullie, is het nu zo dat andere mensen die ook door die juice channels, dat die nu denken, oké, ik ga ook Want is er nu dan jurisprudentie die ze kunnen gebruiken in de volgende zaak? Of? Dat zouden andere nieuwskanalen zo kunnen zien. Alhoewel, dit is wel een heel specifiek geval. En de rechter, laat dat wel duidelijk zijn, heeft wel echt heel duidelijk gezegd in deze zaak. Van ja, luister eens, voordat je zoiets plaatst wat gewoon totaal niet klopt, wat ook niet onderbouwd is, moet je gewoon beslagen te ijs komen. En dat is gewoon, dat staat ook echt gewoon in het vonnis, dat is gewoon niet gebeurd. Dus bij deze is er gefaald op dat vlak. Ook dat zal een aanwijzing zijn voor de andere juice-kanaal. Dus met andere woorden, de rechter heeft ook aangehaald, we hebben het hier vaker over gehad, van je hebt zoveel volgers. Dat betekent nu dus ook, juicies, dat de lat voor jullie ook hoger komt te liggen. Dus verantwoordelijkheid ook heb eigenlijk. Okay. Ja.